Roperun Tino Alonkerk organiseert op 29 december een nightrun langs de kunstlichtobjecten van Kunstlicht Alonkerk. Nou, dat ziet er feestelijk uit. Lopen om het leven van mensen met kanker wat aangenamer te maken. Het is erin, hè? ...280 hardlopers deden mee, uitgerust met lichtgevende foamsticks, hoofdlampen en kerstlichtjes. Ondanks het slechte weer, het was koud, nat en glibberig, kwam iedereen enthousiast de finish over. Ik vond het wel leuk, alleen ik weet niet wat jij ervan vond. Ik vond het ook leuk. Dus ik, ja, het was wel echt heel gaaf. Het was echt heel gaaf. In de vlam. Ik ga er nog net niet in zitten. Voor we gaan starten, krijgen jullie nog een korte warming-up met Marieke. Organisator Dini Den Dunne vertelde dat er bijna 1000 euro is opgehaald.